Wie schiet er nou het hardst in een voetbalteam? Je denkt al snel aan de spits, misschien de laatste man, maar ook de keeper. Want die schiet al die ballen vanaf het doelgebied weg, het veld in. We zijn vandaag bij PEC Zwolle en de keeper die probeert het hardste schot te halen is Diederik Boer. Kijk, hij staat al te oefenen. Hij heeft al een paar aardige schoten op goal. En Diederik, hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Leuk dat je mee wilt doen met het hardste schot. Ja, oh, hartstikke leuk. Lijkt me ook hartstikke leuk. Nou, dat is het ook. Maar jij weet wat het is om harde ballen op je af te krijgen. Ja, dat klopt. Ik krijg ze meestal op me af. En er zitten altijd wel harde schoten bij. Ja. Dus, ja. Zijn er spelers die je echt in de eredivisie bijvoorbeeld... waar je echt denkt, oh, als die maar niet vol gaat uithalen? Nee, dat heb ik nog zo denk ik niet als iemand gaat schieten. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal jongens die een goed schot in de benen hebben. Ja. En wie denk je dan bijvoorbeeld? Nou, wij hebben zelf bijvoorbeeld hebben ook een speler met Joost Broers en Bart van Intem. Ja, die kunnen geweldig uit schieten. Dus, Toen jij een stuk jonger was nog, was je nooit bang voor harde schoten? Nee, eigenlijk niet. Ik ben ook pas wat op latere leeftijd gaan keepen in de D-jeugd. Dus eigenlijk ben je er helemaal niet mee bezig hoe hard iemand schiet of hoe hard die bal op je afkomen. Ja. Het is eigenlijk gewoon meer een reactie gewoon om die ballen tegen te houden in plaats van te denken hoe hard ze zijn. Okay. Hey, en penalties, heb je die was genomen? Nou, dat is toevallig wel. Ja, we hebben toen 2 of 3 jaar geleden voor de beker tegen Willem II thuis hebben wij een penalty-serie. Nou, heb ik de 5e genomen en ook de winnende. En ook volgens mij het jaar daarna voor de play-offs tegen Cambuur moesten we ook penalties schieten. En toen moest ik er ook één nemen inderdaad en die ging er ook gelukkig in. Dus wat dat betreft 2 geschoten en 2 geraakt. Dus okay. Wat dat betreft... En ga je dan vooral verhard of toch meer geplaatst? Poeh. Nou ja, ik probeer wel van tevoren een hoek uit te zoeken en dan wel zo hard mogelijk erin te schieten. En, ja, dus toch dat hard schieten heeft toch wel zijn voordelen? Ja, nee, dat heeft zeker zijn voordelen. Ja. Okay. Dus wat dat betreft komt het daar wel in terug, ja. Nou, we gaan eens kijken of je dat ook hier kan. Ik ben benieuwd. Ja. Ja, klaar! Nou, laten we beginnen. Hij is goed bezig hoor, Diederik, maar het kan nog wel wat harder, denk ik. Hier de uitslag. Ik ga eerst even mijn handschoen uitdoen. Niederik, bedankt voor het meedoen. Ja, graag gedaan. Nou, ik ben benieuwd. Viel het mee of viel het tegen? Laten we dat eerst eens even bespreken. Nou, het viel op zich wel tegen. Ja? Ja, nee, het was niet zo makkelijk als dat ik gedacht had. Dus wat dat betreft viel veel tegen. Maar het was wel lekker leuk om mee te maken. Gelukkig, dat is leuk om te horen. Ja. Nou, wist jij al, 123 riep je al heel hard, dat was op dat moment je hardste dat schot, mijn, hè? Maar de laatste heb je niet gezien. Wat denk je uiteindelijk dat het hardste schot is geweest? Ja, ik denk eigenlijk dat 123 dat daarbij is gebleven, dus maar ik ben benieuwd. Dan moet jij het casino in, want het is inderdaad 123. Ja. Nou, ja. Dat betekent ik zeg even uit mijn hoofd, ik denk zo derde, vierde plaats zou zo ongeveer. Okay. Nou ja, dat telt niet, hè? Dat telt niet, voetbalsport, dat telt niet. Maar wel... De eerste plek, de keeper met het hardste schot. Okay, maar ook omdat je enige keeper die mee heeft gedaan, maar... Nou ja, nee, dat is dan weer een schrale troost, zeg maar. Hè. Dus wat dat betreft... Zo is het. Hey, ik wou je bedanken en veel succes op dit seizoen. Laatste wedstrijden. Ja, nou, dat is wel leuk. En tot de volgende keer.